Tegenover mij staat Albert Noren, al 50 jaar een steunpilaar van Openbaar Carnaval in Oosterwijk. Albert, waar begon het? Ja, het begon bij de Knuitboom. Bij de Knuitboom. November 1967. Kijk eens aan. En in 63 was de carnaval ook al bij de Knuitboom. In 63 is de carnavalsvereniging De Knuisten opgericht. Ja. En in die tijd kwamen er heel veel beroemdheden naar de feesten van de Knuisten. Hè? Kunnen we een paar van die mensen nog noemen? Ja, dat zijn mensen die vergeet je niet. Ik weet nog dat Joop van der Ende met Frans van Duschoten als meneer de Uil. Ja. Dat was een van de eerste en ja, daarna volgden Rien van Nuenen, Martine Bijl, Van Kooten en de Bie. De zangeres onder naam, Joop Doderer, nou ja, gewoon te veel om op te noemen. En hoe kwam dat die mensen daar kwamen? Kwam dat door de kastelein? Ja, Wim Rijksen was een man die kwam uit het midden van Nederland. En die zat in die artiestenwereld. Hè? Ja, ja. En Rob de Nijs, wat was er met Rob de Nijs? Daar moest ik een of andere grap mee uithalen, geloof ik. Hè? Ja, ik ben ongeveer 11 jaar adjudant geweest van de prins. Dus ja, dan ben ik degene die eigenlijk alles moet regelen. Uh-huh. En Rob de Nijs die zou komen. En inmiddels hadden we in de eerste jaren bij de Knuitboom, het werd te klein. Dus we hadden er op een gegeven moment voor de grote tent voor aangezet. Want we konden het volk gewoon niet kwijt. En Rob de Nijs die was samen toen nog met Joop Onk, zijn manager, bij Bosrand. En we hadden afgesproken dat hij 350 gulden zou beuren, toen de tijd. Dat was voor ons al een vermogen. En Wim zei, je moet er naartoe gaan, want we hebben maar 250 gulden. Dus ja, ik zeg, nou ja goed, we zien wel. Dus ik ga er naartoe. Ik zeg, Rob, kunnen jullie jouw optreden niet inkorten? Ja, dat gaat niet, want ik speel met een band. Ja. En dat kan ik niet inkorten. Hij zei, maar kan ik dan na het optreden wat posters verkopen? Ik zeg, ze wel eens gewild. En s'avonds, de tent die stond bol van de mensen. En s'avonds had hij dus al zijn posters met handtekeningen verkocht. En de duim ging omhoog en het was helemaal super. Voor 250 euro. Voor 250 gulden. Gulden, ja. Oh. Het is natuurlijk heel veel mensen zijn daar geweest. Maar op een gegeven moment, de kastelein ging weg. En daarvoor was nog Chef van Oekel geweest op Klein Spijk, herinner ik me nog. Hè? Ja, ja. Die show die heb ik nog op video staan. Ja. Of in ieder geval op cd. En als iemand die wil toevallig zien, nog een keer wil zien. Dan kunnen ze bellen. Kunnen ze melden en dan komt ook goed. Ja. Zeg maar, toen de kastelein wegging, was eigenlijk carnaval bij de Knuis eigenlijk ook over. Hè? Want hij was ook een van de grote drijfveren. Hè? Ja. Ja, dus toen. Maar toen kwam de SOK. Die is opgericht. De SOK is opgericht in 67. En daar was jij bij? Daar was ik bij. Samen met Jan Wolfs, Toon Peters, Jan Bergman, Leo de Minicus. Ja, ja. De eerste. En natuurlijk Wim Rijksen. Ja. Ja, toen nog wel, hè? Ja. Jij was er zo bij betrokken dat jij bouwde ook mee de eerste prinsenwagen. Ja, toen. Ik heb bij Rien Wolfs onder het onderhandel een afdak gemaakt. En daar heb ik de eerste jeugdwagen en de eerste prinsenwagen gebouwd. Zo. En jij zat, vanzelfsprekend, zat jij in de Raad van Elf natuurlijk van de SOK toen al, hè? Ja, in de eerste Raad van Elf met de eerste stadprins Miel de Chéreau. Miel de Chéreau, ja. Ja. Albert, maar jij bent, je was machinist bij de spoorwegen. Ja. En toen verhuisde jij naar Rotterdam. Ja. En dat is natuurlijk al even een beetje andere periode voor jou geweest. Dat is wel, ja. Maar ik ben altijd, met de carnaval was ik altijd in Oosterwijk. Altijd terug in Oosterwijk, ja. En je hebt ook nog, niet alleen bij de carnaval, maar ook bij de andere club, hè? FC Not, hè? Daar ben je ook bekend van. Ja, toen ik terugkwam in Oosterwijk in 1976 ben ik teruggekomen in Oosterwijk. En toen ben ik bij FC Not terechtgekomen. En ook daar was een schot in de Roos. Ja. Daar ben ik nou nog steeds bij. 2003 is FC Not bij de Reuzen betrokken. Ja. En ik heb dus het geluk gehad dat ik drie keer de optocht hier in Oosterwijk mee in elkaar heb mogen zetten. Ja.
De reuzenoptocht. De reuzenoptocht. Dat is geweldig. Ja. Ja. Zeg Albert, maar buiten jou, je zit in de technische commissie van Dulkenschatten, zeg maar. Dat is ook een behoorlijke ploeg, maar daar besteed je ook nogal wat aandacht aan. Hè? Vlaggetjes en die dingen voor het gemeentehuis allemaal, dat soort zaken. Daar ben je ook bij betrokken. Ja, ook het aankleden van de Tilliander ieder jaar met de Salle Gala, dat is een beste klus. Ja. Ja. En jouw vrouw Luus, die is ook nogal actief, hè? Ja, mijn vrouw die is actief op het gebied van... kleding maken en borduren. Ik wil je namens Lovo toch van harte feliciteren, want 50 jaar, dat verdient voor Dulkenschatten echt waardering en respect. Ik vind het fijn dat we een gesprek mochten hebben en ik wens je heel veel succes met alles waar je mee bezig bent. Dank je wel.